Regionaal Archief Tilburg is momenteel bezig met de podcast Chef. De podcast is gebaseerd op de dagboeken van de Oosterwijker Chef Paaimans gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ik heb er hier één exemplaar liggen. Zoals je ziet zijn ze getypt. Deze memoires zijn gebaseerd op dagboekaantekeningen die Chef in de tijd zelf gemaakt heeft. Gedurende de jaren 70 is dit overgetypt, godzijdank, want dat maakte het voor ons in elk geval heel erg goed leesbaar. Chef Paaimans, geboren in 1919, overleden in 2005 of 2006, was de zoon van de Oosterwijkse schoenfabrikant Paso. Op dezelfde dag als dat Oosterwijk bevrijd werd, werd hij door de dorpsagent en door enkele leden van het verzet gearresteerd. De daaropvolgende 10 maanden heeft Chef op verschillende plaatsen gevangen gezeten, waaronder in interneringskamp Vught. Behalve een goed schrijver was Chef ook een begenadigd tekenaar. Hij maakte regelmatig spotprenten en deze zijn bewaard gebleven. Hiermee, deze tekeningen horen feitelijk ook bij zijn dagboekaantekeningen. Ik laat er even een paar zien. Mocht het zo zijn dat je interesse hebt, beluister dan de podcast Chef.